Gordon, 55, heeft zijn lang verwachte terugkeer als zanger gemaakt en deelt zijn opmerkelijke levensverhaal met story, waarin hij enkele opvallende uitspraken doet. Na een intense periode van het beëindigen van zijn zangcarrière, het stoppen met overmatig drank- en drugsgebruik en een schokkende roofoverval in zijn Amsterdamse appartement, besloot Gordon een nieuw hoofdstuk te beginnen door naar Dubai te emigreren. Daar vond de razende tenen rust in het sprookje Zachtige Emiraat. Nu maakt Gordon zijn rantre als zanger met het nieuwe album Album van mijn leven. Gordon onthult dat zijn hernieuwde passie voor muziek werd aangewakkerd door zijn deelname aan het muzikale programma Klassiekers met Kleinsma, waar hij een koffer van Jacques Brel en Herman van Veen zong. Het positieve ontvangst van zijn optreden leidde tot het idee om een heel album op te nemen met Nederlandstalige luisterliedjes. Gordon, die eerder zelfs twee liedjes naar het Nederlands vertaalde. Blikt met trots terug op zijn keuze van nummers die opvallend genoeg ook zijn eigen levensverhaal weerspiegelen. De ironie van zijn eerste single, Amsterdam blijft altijd mijn home, ontgaat Gordon niet. Het nummer, oorspronkelijk van Mariah Carey, diende als inspiratie nadat hij het hoorde tijdens het kijken van een Netflix-serie over een onopgeloste moordzaak. Met een knipoog naar zijn verleden met zijn Australische ex-verloofde vertelt Gordon over zijn vertaling van het nummer en de hoop op een reactie van Mariah Carey zelf. Over zijn persoonlijke leven spreekt Corden openhartig. Hij deelt dat zijn goede vriend Patrick, hoewel ze geen intimiteit meer delen, het niet eens is met de openheid over bepaalde zaken. Corden benadrukt echter dat ze een andere verhouding hebben en vrienden voor het leven blijven. Op het gebied van familie geeft Corden een inkijkje in zijn relatie met zijn zusjes. Hoewel er onderling geen contact meer is tussen zijn zusjes, blijft Corden van hen houden. Hij benadrukt dat soms afstand nemen beter is voor bepaalde relaties. Maar dat betekent niet dat hij niet af en toe informeert naar hun welzijn via zijn oudste zus. Wat betreft de liefde is Corden duidelijk, hij heeft momenteel geen behoefte aan daten en geniet van zijn tijd alleen. Hij erkent wel af en toe scharrels te hebben maar geeft aan zijn hart niet snel weer aan iemand te willen geven, gezien zijn beschadigde vertrouwen in de liefde. De ervaren artiest deelt ook zijn sterke band met Patricia Pai, waarin ze hun gedeelde ervaringen als doorgewinterde artiesten bespreken en de uitdagingen van eerlijkheid en openheid in de entertainmentindustrie. Gordon geeft aan dat het misbruik van zijn openheid in het verleden hem heeft veranderd en dat hij nu meer voor zichzelf houdt.